mensen, tegenover mij zit Marinus Hoofdjes. Die is verbonden met de Partij Sociaal Democratisch Collectief, het SDC. Goedenavond, Marinus. Goedenavond. Drukke tijd voor je, denk ik. Verschrikkelijk. Ja. Maar ik maak graag tijd vrij om even bij jullie te zijn. Wat heb je vanavond, of vandaag, laat ik dat zeggen, gedaan allemaal voor leuke dingen? Ik ben onderwijzer, hard gewerkt. Oké. Okay. Ik ben vanmiddag een laserbehandeling ondergaan voor het stoppen met roken. Ja. Daarna ben ik heerlijk langs de Mac geweest met mijn vrouw en zoon. Oké, ga je nu meer eten in plaats van roken dan? Nee, ik moet gewoon meer eten. Ik ben te dun wat dat betreft. En drink je ook nog veel? Water. Oh, gewoon water. Oké, ik ben even bij de collega's geweest bij het debat. Oké, ja. Oh, ja. Maar daar was de deur dicht en dan ben ik maar op straat blijven staan. De deur was dicht, meen je dat? Ja, serieus. Waarom was dat dan? Ik weet het niet. Het is toch publiekelijk? Leek mij ook. Wat belachelijk, joh. Ja, vond ik ook. En wie staat er vanavond voor jullie? Henk van Gamer, onze lijsttrekker. Henk van Gamer. En die weet zijn woordje wel te brengen? Ja, meestal wel. Oké. Nee, hoor, ik heb hem een stukje gehoord op de radio en dat was erg goed. Oké, Marinus. De partij Sociaal Democratisch Collectief. Jullie voeren al heel veel actie, geloof ik, de afgelopen periode. Ja, klopt. We zijn wat dat betreft een meer een actiepartij. Onze oorsprong is inderdaad een SP. Ja. We waren een afdeling van de SP in oprichting. Maar door dingen die achter de schermen gebeurden vanuit het landelijk bestuur, konden wij onze steun niet meer in de SP geven en zijn we voor onszelf gegaan. Oké, dat was makkelijk te doen, zomaar? Nee, dat is een berenklus. Een partij oprichten, programma's schrijven, statuten maken, Kamer van Koophandel delen. Ja. Maar we hebben een fantastische club mensen die er keihard voor willen gaan. Ja, wat voor plamage zit er in de partij? Van een houthakker, bijna een timmerman, tot de voorzitter van de huurdersbelangenvereniging, tot onderwijzers, tot gepensioneerden. Ja, jij hebt echt gekozen ook voor deze partij? Ja, nou, we zaten al in de SP natuurlijk. Ja. En wij zeiden, we zijn zo'n mooie groep mensen, we willen zoveel voor mensen kunnen betekenen. Waarom gaan we er niet mee door? En dan proberen we ook mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen voor Hollandse Kroon. Ja, maar heb je ook een beetje politieke bagage bij je? Voor een deel, je volgt natuurlijk je raadsvergaderingen. Je hebt je ervaringen in medezeggenschaps en dergelijke. Oké, wat is jouw rol in de partij? Een belangrijke, want je staat nummer 2. Ik ben secretaris nu gewoon. Ik ben secretaris van de partij en nummer 2. Ik wil dat ook dat vak meegemaakt als raadslid. Ja, inderdaad. Ja, weet waar je aan begint, hè? Ja, dat zien we dan weer. Okay. Nee hoor, ik heb de ruimte om hoeveelheid buitengewoon verlof te kunnen opnemen binnen mijn werk. Okay. Om echt volledig voor te kunnen gaan. Marinus, er zijn natuurlijk heel veel partijen. 13 stuks in totaal, geloof ik. Ja, verschrikkelijk veel. Te veel. Dat is te veel, ja. En jullie zijn een kleine partij of redelijk groot? Wat is het? Een hele kleine partij. We zijn echt net nieuw. We bestaan volgens mij op papier nog maar een maand of 4. Ja, maar denk jij dat de lokale partijen in de gemeente Hollandse Kroon dat die meer macht zullen hebben, omdat het echt plaatselijk is? Ik hoop het wel. De lokale partijen komen natuurlijk vanuit de lokale mensen. Dat zegt niet dat de landelijke partijen niet lokaal zijn, maar ook de landelijke partijen voelen daar toch een stukje angst. Anders halen ze niet alle kopstukken hier naartoe. Nee, het is natuurlijk leuk dat Mark Rutte binnen 5 minuten doorreest. Maar hij draagt niets bij aan de politiek hier. Nou, misschien trekt het toch stemmen, denk ik. Zo. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Mijn stem zou het juist niet hebben. Ik heb liever dat de mensen bij je thuis komen wat vragen. Of op een bepaalde manier, zoals jullie naar Bresant bij het Hertenkamp op bezoek gaan. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Het gaat ook meer om het lokale. Het zijn belangrijkere dingen, want het leeft hier en niet in Verwegistan. Nee, de verkiezingsleus van Hollandse Kroon dit jaar, 23 november, kies jij, staat er nog bij. En bepalen uit welke hoek de wind waait. Uit welke hoek moet die wind gaan waaien, denk jij, Marinus? De goeie. Ja, de goeie, ja. Nee, de hoek moet zijn dat wat de mensen in Hollandse Kroon, waar die mee bezig zijn, dat gebeuren gaat. Ja. Dat de burger ook wat in te brengen heeft. Niet alles kan natuurlijk. We hebben niet overal middelen voor. Maar we kunnen wel ervoor zorgen met elkaar dat de burger veel vaker gehoord wordt. Dat de mensen op straat geraadpleegd worden. Of een referendum, of een dorpsraad. Ja. Dat hangt van de kwestie af. Ja, tuurlijk, ja. Zodat ook wat er besloten wordt niet alleen maar kommer en kwel is, maar dat ook gedragen wordt. Ja. Maar het SDC is ook een beetje ontstaan uit onvrede dus? Met andere partijen? Nee, vanuit een sociaal-democratisch gedachtegoed. Daar is hij uit ontstaan. Okay. En of je daar nou een SP al zijn een hele andere naam op plakken. Mm-hmm. Wij blijven dezelfde mensen en partijen dezelfde uitgangspunt. Oké, maar die naam van jullie, sociaal-democratisch collectief, het klinkt wel enorm, weet je wat, is ook vrij lang. Waarom nou voor zo'n naam? Onze sociale waarden zijn heel belangrijk. Wij vinden democratisch besluitvorming in onze partij heel belangrijk. Ja. Dat misten wij ook bij onze voorganger, zeg maar. Ja. En
omdat wij het echt met elkaar doen, alle keren weer. En dan is als de ene er niet is, dan pakt de ander de klus op. En met elkaar gaan we ervoor. We waren echt een collectief. Nou, een mooie naam is er dan niet. Nee, inderdaad. Nou, doe je goed. Ja, er zijn meer partijen met lange namen die we alleen kennen onder afkortingen. Ja, oké. Je hebt ook Algemeen Belang, Hollands Kroon, weet je wel. Ook zo'n algemene naam eigenlijk. Ja. Maar dit is goed. Programmapunten van jullie, de speerpunten daaruit, kun je die noemen? In ieder geval, zoals ik al zei, de burgersraad plegen. Ja. Zo min mogelijk externe onderzoeken om veel geld te kunnen besparen. En dat geld willen we dan ook zorgen dat het niet opgepot wordt in IJsland. Maar dat we ervoor, gaan om de bibliotheek in de Hertenkamp open te houden. Ja, want die stonden op sluiten? Nou ja, er zijn natuurlijk een enorme hoeveelheid bezuinigingen gaande. Als ik net een aantal dingen gelezen heb her en der, dan komen er heel wat bezuinigingen op ons af. En ja, efficiëntie is wel belangrijk. Maar dat betekent niet dat je mensen moet ontslaan of dat je voorzieningen moet sluiten. Ja, maar probeer met elkaar ervoor te gaan. Misschien moet dat wel, weet je, om toch geld over te houden. Nou ja, als jij die externe onderzoeken, je leest vaak in de krant, wat een ton is niks. Nee. Nou, met een ton kun je toch een Hertenkamp heel mooie tijd draaien. Nou. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Maar het is ook belangrijk, denk ik, dat soort dingen blijft bestaan. Absoluut. Dat verbindt een dorp met elkaar. Ja. En, ook, en je kunt ervoor zorgen dat je dat met andere maatschappelijke partners verder kunt exploiteren. Als dat, ja. Over dorpen natuurlijk gesproken. De dorpsraden, die blijven gewoon wel bestaan in de nieuwe gemeente? Nou, die zijn op zich alleen in Niedorp en in Annapolona. Op Wieringen kennen wij geen dorpsraden. Oh, wat hebben jullie daar dan? Helemaal niks. Helemaal niks. Moet dat komen, vind je? Zoiets? Op sommige punten is dat heel belangrijk dat het moet gebeuren. Er moet in ieder geval een structureel overleg komen met de lokale politiek. Okay. Of je dat nou dorpsraad noemt, of panel, of al doe je het via de mail. Ja. Mensen moeten hun dingen kwijt kunnen, hun problemen, hun zorgen. Maar ook hun complimenten. Okay, het moet niet alleen een klaagbox worden, want we gaan altijd voor het positief. Ja, oké, doe je goed. Maar wat willen jullie nou? Want het is nog maar 2 jaar, geloof ik, voordat de echte verkiezingen weer gaan komen dan. Wat wil het Sociaal-Democratisch Collectief echt gaan bereiken in die 2 jaar? Nou, allereerst het overleg met de burger. Dat is één van de belangrijkste speerpunten. Dat is er nu helemaal niet. Dat het structureel vorm krijgt. Als ik de dorpsraden in Niedorp waren aan het leegbloeden. Dat geldt ook die voor Wieringenwaard, waar nog 5 mensen opkwamen dagen. Zo, ja. Is daar. Ja. Ze moeten ook iets het gevoel hebben, niet alleen het gevoel hebben, maar ze moeten ook echt iets kunnen betekenen. Ja. Inhoud geven. En je denkt dat dat ook gaat gebeuren als jullie een rol gaan spelen? We gaan ons proberen er hard voor te maken. Ja, wat verwacht je eigenlijk, Marinus? Volgende week is het zover, 23 november. Een verschrikkelijke drukke avond en met de hoop op 1 of 2 zetels. Want we gaan er niet voor om 9 zetels te willen. Nee. Dat is heel onverstandig, denk ik. Jullie hebben meerdere mensen. Het zou wel iets meer kunnen. Het zou absoluut kunnen. En 3 zou ook kunnen. Maar je moet je niet heel prominent gaan opstellen. Wij zijn een bescheiden partij en wij willen graag iets betekenen. Ja. En ik wil niet zo, wij gaan het wel halen. Nee, wij zijn wij en wij gaan met passie. Oké, maar toch wel voor 2 of 3 dan? Ja, 2 of 3. Ja, alleen maar 1 is maar alleen, hè. Dat is natuurlijk ook niks. We zullen het zien. De kiezer beslist. Ja, jullie voeren ook op een aparte manier campagne. Dat doen jullie met de klaagmuur. Ja, de klaagmuur. Wat is dat precies? Het is uiteindelijk gewoon een oprolflyer. Waar boven een bordje staat klaagmuur. Inderdaad, gewoon handgemaakt. Ja. Niks duurzaam, allemaal beperkte middelen. Want alles wat we nu doen is voor 90% uit eigen portemonnee. Oké. En ook dus de hele campagne. Dus het stelt niet van voor die muur? Die muur staat uiteindelijk, qua bouwwerk, is het gewoon een oprolmuur. Ja. Maar wat erop staat, daar gaat het om. Daar gaat het om. Als je op een markt staat en je geeft mensen de ruimte om via een geel memo-blaadje wat op te schrijven, dan kun je hele interessante dingen tegenkomen. Ja, inderdaad. Wat is er allemaal gebeurd met die klaag? Komen er heel veel mensen op af om te klagen? Dat hangt een beetje vanaf. In de gemeente Niedorp zijn de mensen wat meer bereid tot klagen. Oh ja? Ja, dat leek wel zo. Er waren meer memo's. Ja, Lada is natuurlijk ook sterk vertegenwoordigd. Ja. We hebben ook veel overleg met Lada. Ja. Wieringen. Gaan jullie daar misschien mee samenwerken? Zou het kunnen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat alle lokalen met elkaar samengaan. Ja, Wieringen 05 hebben we nog natuurlijk. Ja, noem ze maar op. Is een one-issue-partij, dus dat geldt alleen voor Wieringen. Oké, one-issue-partij. Dat zijn jullie natuurlijk niet, hè? Hoor je een beetje de nieuwe gemeente? Hoor je een beetje het rebelse, Nico? Ja, dat mag ik wel, dat rebelse. Ja, inderdaad. Ik ga even kijken waar ik die lijst nog had. Theo heeft volgens mij die lijst meegenomen met al die andere partijen. Want er zijn 13 partijen in totaal. Ja. En hoeveel kleine partijtjes zijn er? Voor mij 7 of 6. Dat is te veel, hè? Veel te veel. Hoe kan dat er zoveel verschil is met andere gemeentes? Dat betekent veel onvrede, maar voor een deel ook haantjesgedrag. Haantjesgedrag? Ja, er zijn mensen die helemaal niet, hè? Nee, ik denk het niet. Nee. Wij zijn bereid om met iedereen samen te werken. Ja, en vanuit de SP was er niet meer. Nee, oké. Nou, het ziet er goed uit, Marines. De informatiemarkt gaan jullie ook naartoe nemen gaan? Welke informatie? In Niedorp. Alle bibliotheken die... We zijn wel geweest, er 2 geweest natuurlijk. En het was heel gezellig met alle mensen praten.
Ja. Alleen jammer dat er weinig bezoekers van de BIEB waren op dat moment. Ik denk dat de aankondiging politieke informatiemarkt ook wat mensen afgeschrikt heeft. Ja, inderdaad. Maar ja, de mensen willen toch weten wat het voor partij is, denk ik dan toch. Er wordt heel veel via internet geraadpleegd. We hebben ook een site. En daar ook de digitale klaagmuur. Mochten mensen alsnog iets kwijt willen of een vraag hebben, kunnen ze die daar ook kwijt. Oké. Vanavond was natuurlijk het debat, live debat bij RTV Hollands Kroon. Waren jullie daar ook? Onze lijsttrekker was daar. Ook de lijsttrekker, ja. En weet je al hoe het gegaan is trouwens? Ik heb een paar stukken gehoord en verder niet. Nee, ik heb mij gericht op bij jullie te zijn. Dat vind ik net zo belangrijk. Ja, zeker weten. Maar was het daar ook druk met mensen? Het schijnt dat er 100 waren. Ik mocht er niet in. De deur was nog dicht. Dat zei jij. Vervelend is dat. Ja, dat is nou, uiteindelijk niet hoor. Ik zit hier met plezier. Oké, je zit nu bij de lokale omroep Tsarina FM. Voor Annapolona en ver daarbuiten. Dus heel Hollands Kroon. Ja, ik heb in Annapolona gewoond, jaren. Oké. Zou deze omroep ook een rol kunnen gaan spelen aankomende jaren? En natuurlijk. Ik denk dat elke gemeente, hoe klein of hoe groot die is, het verdient een lokale omroep te hebben. Ja, ja. De commissariaat van de media zal er een advies over geven in de nieuwe gemeente. Ja. En die lokale omroep die moet ervoor zorgen dat alle windstreken ook te horen zijn. Ja, tuurlijk, wat dat betreft zitten ze heel dicht bij de politiek. En daarin kunnen ze een versterking en een aanvulling zijn van ons. Oké, nou perfect, meneer. Ik vind dat je het goed verwoord hebt. Jullie staan je mannetje, denk ik, volgende week woensdag. En wordt het een spannende. Is het een gezonde spanning die je in je hebt nu? Ja, natuurlijk is het een hele gezonde spanning. Dat is niet alleen van het stoppen met roken. Dat is zo. Een stem op het sociaal-democratisch collectief is een stem op. Op jezelf. Ja? Ja, dus de mensen moeten voor hunzelf kiezen. Of vanuit hun hart. Dat is een hele mooie, ja. Marius, ik wil je danken voor het gesprek. En de website sociaaldemocratischcollectief.nl, daar kunt u meer informatie inwinnen. Nog niet alle linken doen het trouwens. Nee, de kopjes doen het wel. Er zijn meerdere uitgevecht. Ook dat is een eigen beer om de kosten te besparen. Oké, doe je goed, jongen. Meteen een voorbeeld van hoe we straks misschien met geld in de nieuwe gemeente omgaan. Oké, Marius, dank je wel en heel veel succes. Graag gedaan. Oké, dank je. Verder je. Desperado op Tsarina FM.